Wat doet de mens tijdens coronaverveling? Vloggen in een opstoot van creativiteit lijkt me dat een goed idee en ook te zien aan de reacties van jullie op mijn Facebook-account. Cafés dicht, restaurant, bioscopen, winkels, daar staan we dan. Een moment van uberverveling en een aanslag op mensen die een druk sociaal leven hebben. Is deze maatregel nodig? Ik weet het niet. Eerlijk, misschien. Ik ga ervan uit dat mensen met gezond verstand hun gedrag ook wel kunnen aanpassen. Maar het probleem is, niet iedereen heeft gezond verstand. Kijk naar het hamstergedrag dat toch wel helemaal van de pot gerukt is. Ik begrijp dit niet. Ik wist zelfs niet dat als je besmet wordt, je een overvloedige stoelgang krijgt. Toiletpapier als serieus schaars goed. Echt. Mijn gevoel. Dit land heeft niet de capaciteit van ziekenhuisbedden om een piek van corona op te vangen. Dus het enige wat men kan proberen als overheid is voorkomen dat het erger wordt. Niets meer, niets minder, beste vrienden. En ik begrijp dat wel als je als land inziet dat je het niet aan kan. Ik lees, België telt 1900 intensive care bedden. En als we de corona-uitbraak niet kunnen afzwakken, hebben we er 50.000 nodig. Oeps, probleem. Je kan beter bij de eerste zieken zijn. Het is cynisch, maar het is wel zo. Een pandemie. Het was een kwestie van tijd dat dit eens ging gebeuren. Je moet geen geleerde zijn om dit te voorspellen. Er wordt veel geciteerd uit oude boeken zoals rond 2020 zal een ziekte met longontsteking zich verspreiden over de hele wereld. Daarbij zal die de longen en luchtwegen aanvallen en zullen bestaande behandelingen niet helpen. Dat is te lezen in een fragment. Het stukje in kwestie komt uit End of Days, geschreven door helderziende Sylvia Brown in 2008, 12 jaar geleden. Factcheckers bevestigen dit. De hamvraag: gaan de maatregelen niet meer schade aanrichten dan het virus zelf? Volgens gezondheidseconomen is het te vroeg om die vraag te beantwoorden. Er is heel veel dat we nog niet weten over dit virus, dus we zijn niet in staat een kosten-batenanalyse te maken. In een ideale situatie richten we geen onnodige economische schade aan, maar we hebben niet de luxe dat we weten hoe dit zal aflopen. Het risico bestaat dus dat dit behoorlijk verwoestend kan worden. Mijn telefoon en WhatsApp staat roodgloeiend van vrienden, DJ's, organisatoren, horecaondernemers, freelancers die seminars geven die vrezen voor hun toekomst. Dat ze deze klap niet te boven komen. De rekeningen lopen door, de inkomsten zakken naar nul, geen financiële reserves en de maatregelen om te helpen van de overheid zijn maar doekjes tegen het bloeden. Halve maatregelen. De impact van de virusgekte, sorry voor deze woordkeuze, kan wel eens immens zijn. We staan aan het begin van wat allesomvattend is in ons leven en niemand weet hoe het gaat evolueren, maar de mensheid is al erger te boven gekomen. Hou het leven van onze grootouders in het achterhoofd. In het begin van de vorige eeuw maakte de Spaanse griep volgens de meest voorzichtige schattingen 20 tot 40 miljoen doden. 20 tot 40 miljoen. Kan je je voorstellen hoe onze voorouders toen dagelijks leefden met dat in hun achterhoofd. En als je dat weet, besef je dat voorlopig corona een heel klein broertje is van wat we hier op deze planeet hebben meegemaakt. Bekijk het zo even. Voilà. Misschien zie je mij nog terug met de coronablogs en vlogs als ik zin heb, maar steek die positieve gedachten in je hoofd. Alles komt goed en leef met gezond verstand en hou rekening met de zwakke mensen. Tot volgende keer.